gevoel dat het erger is geworden? Nou, we volgen hem natuurlijk, hè, Paul, al 18 jaar, hè, ook op Roland Garros. Het is meer geworden, ja. Het is ooit begonnen met die twee flesjes. Dat is wel het allerbelangrijkste. Hè. Die moeten op een speciale plek staan. Die mogen niet opvallen. Die moeten precies even ver van elkaar. Daar is het allemaal mee begonnen. En dat heeft zich uitgebreid. Leg je dat steeds uit waarom je dat doet? Het is routine. Het heeft met focus, met concentratie te maken. Snap je dat? Dat snap ik heel goed. Dat snap ik heel goed. Mm-hmm. Want anders gaat je hoofd natuurlijk helemaal piekeren in gedachten. En op deze manier is hij bezig met orde op zaken stellen in zijn hoofd, in zijn lichaam, routine, zijn kleding, zijn racket, zijn schoenen, het gravel, de lijntjes, de flesjes, et cetera. Ja, ja. Had jij ook van dat soort tics, Paul? Nee, jij hebt natuurlijk wel bepaalde routines, maar hoe vaak je een keer bal stuit voor je service. Ja, bij je de dat? Eerste service 6 keer en bij de tweede service 4 keer. Ja. Weet je, dat soort dingen. Maar dat varieert per speler uiteraard dan. Maar dat iedereen doet zijn eigen ding en... soms als je een keer een heel goed gevoel had bij je op een belangrijk moment van wilde je diezelfde bal misschien weer terug hebben, maar dan verloor je punt en dan dacht je, wat een onzin, waarom wil ik diezelfde bal, want nu heb ik verloren met het punt, dus, en dan stap je er vanaf. Maar dat is gek eigenlijk, want het is een soort bijgeloof wat heel veel sporters hebben, toch? Ja, maar het geeft ook rust. Het geeft rust, want dan ben je niet met bezig met, dit is een belangrijk punt, of als ik nu maar... Nee, even gewoon die rust. 1, 2, oké, een goede opgooi. Weet je, die jongens stuiten ook heel lang, maar dan is het niet van... Ze gaan niet tellen. Want hoe vaak stuitert hij wel niet? Echt? Ik denk dat Djokovic eigenlijk het meeste stuitert. En ja, die heeft ooit wel eens 20 keer. Maar die zijn dan bezig met... Okay, dat is echt absurd. Goede service. Oké, gebruik je benen bij het afzetten. Lekker hoog raken. Weet je, zeg je dat tegen jezelf? Als je zo zijn ze praten met elkaar. Okay, deed jij dat ook? Van Paul, nu dit, dat... Ja, de eerste twee ballen. Je bent bezig, als je zelf serveert, heb je zelf in de hand waar je gaat serveren, hoe je gaat serveren. Dus dat kan je zelf. En als je gaat retourneren, dan ben je bezig met oké, goed kijken naar de bal, doorheen gaan. Of wat, of pak die bal aan. Dus die dingen heb je in de hand. En daarna heb je een strijdplan. Oké, ik wil zijn backhand bereiken of ik wil zijn voorhand. Ik had ooit een